Dit jaar hadden we ruim 200.000 bezoekers naar alle evenementen. En ik verwacht met dit beestje erbij dat het er misschien nog wel veel meer zullen worden. Ik ga hem aftrappen. We hebben 2 jaar geleden met Naturalis het skelet opgegraven van Tyrannosaurus Rex. T-Rex, die enorme vleesetende dinosaurus die aan het einde van het krijt leefde. 66 miljoen jaar oud, opgegraven in Montana. En het is gelukt, het skelet komt aan het lijden. Skeletten van T-Rex zijn verschrikkelijk zeldzaam. Echt mooie exemplaren. We kennen er tot nu toe nog maar 2, waar meer dan de helft van de botjes bewaard zijn gebleven. Het gaat niet alleen over de dinosaurussen zelf. We gaan ook alles vertellen over het onderzoek eromheen. In de volgende zaal komt eigenlijk het hele prepareren, het hele vraag van hoe hebben we het beest ontdekt, hoe hebben we het fossiel opgegraven. En vooral daarna van wat voor onderzoek kunnen we op dat fossiel loslaten. En wat hebben we in de afgelopen 1,5 jaar over dit fossiel verder geleerd. Waar zie je een echte T-Rex? Nou, hier in Leiden, dit wordt het eerste skelet dat echt een plekje krijgt in een museum buiten Noord-Amerika. Dus dit is heel bijzonder, hier zijn we verschrikkelijk blij mee. De Welkom T-Rex tentoonstelling is van september hier in Naturalis te zien. Dus wie weet zien we dan. Applaus. Ze is een beetje verdwaald, maar ze zou zo meteen nog even in de lobby. Kunnen jullie ermee op de foto? Ik zou zeggen, dit wordt de dame van T-Rex. Jullie onwijs bedankt voor je komst hier. Ga lekker borrelen, snacken bij Carl's Biofriet. Lekker drinken en nakletsen. Een hele mooie avond. Bedankt.